Brigadier Willems, verkeerscontrole. Ik zie u hier staan met een auto met, wat is dat, kentekenherkenning? Ja, dat is een systeem dat alle voorbijkomende kentekens registreert. En mocht dat dan iets meer aan de hand zijn in de vorm van een signalering op het voertuig dan wel op de tenaamgestelde, dan krijg ik dat op beeld en dan kunnen wij daar aan handelen. Jullie zijn al vroeg begonnen. Hoe vaak hebben jullie een dergelijke controle? Ja, wij organiseren in het team Achterhoek Oost. Dat is dan sinds de reorganisatie van 1 januari jongstleden zijn dat de gemeenten Winterswijk, Aalten, Oost-Gelre en Berkelland. Binnen dat team organiseren wij 5 keer per jaar een dergelijke grote controle. En in samenwerking met? In samenwerking met de marechaussee, de Belastingdienst, de Rijksdienst voor het Wegverkeer, de douane, het verkeershandhavingsteam. Jullie trekken alles van de weg? Nou, we zijn wel heel selectief aan het controleren. We hebben motorrijders op de weg die dus al een voorselectie doen van de voertuigen die gecontroleerd moeten worden. En daarnaast hebben wij, behalve dat ik met deze auto hier sta, hebben we ook nog 2 van dit soort auto's langs de weg staan. Eentje van de Belastingdienst en eentje van de politie die dus ook alle kentekens scannen. En mocht daar dan een melding zijn, dan worden die ook door de motorrijders binnengebracht. En al succesvol geweest vandaag? Ja, ik heb niet een exact overzicht, maar er is al wel heel wat binnengebracht. Er zijn ook al een aantal auto's waardoor de Belastingdienst beslag op is gelegd in verband met openstaande schulden. Wij hebben zelf al 1 voertuig het kenteken ingenomen vanwege de technische eisen. Dat zie je tegenwoordig niet zo heel vaak meer in verband met de APK-keuring. Maar eentje die reed er toch nog rond. En daarnaast diverse verkeersovertredingen van autogordels tot technische dingetjes aan een auto met een aanhangwagen desnoods erachter. Heel groot opgezet, heel veel mensen, heel veel jonge agenten zie ik rondlopen. Is dat om ervaring op te doen? Of? Ja, er lopen inderdaad een aantal studenten mee vandaag die nog met hun opleiding bezig zijn. Die worden begeleid door hun coaches, zoals wij dat noemen. En daarnaast een aantal ervaren collega's die al vaker dit soort controles doen en ja, verstand van zaken hebben. Het gaat nog even door. Succes zou ik zeggen. En ja, om het maar zo te zeggen, grijp ze. Ja, nou, grijp ze. Dat is niet direct onze bedoeling. Het is meer het oogpunt van verkeersveiligheid dat wij dit doen. He, dat we dit soort controles houden. En niet alleen het verkeers heeft onze aandacht, maar ook andere zaken als criminaliteit, dat we ook meepakken. He, we kennen allemaal wel verhalen van babbeltrucs, dat mensen worden aangesproken waarbij sieraden afhandig worden gemaakt. Nou, daar hebben we ook wel doelgroepen voor op het oog en ook die krijgen onze aandacht vandaag. Dus dank u wel. Nogmaals succes. Dank u wel.